Hoi Johan, er is mij ook gevraagd om iets te vertellen over jouw afgelopen 40 jaar bij de BNA. Dat is me nogal wat, maar natuurlijk is er wel iets te vertellen. Na afscheid genomen te hebben bij Pelzer, Hamelberg, Van Til en Co, ben jij aan je loopbaan bij de BNA begonnen, op de Keizersgracht. Het bleek een zeer uitdagende werkkring te worden. Eerst was er een klein ploegje medewerkers, maar dat breidde zich toch snel uit en de administratie werd omvangrijker dan jij in eerste instantie had gedacht. Nou was het eigenlijk ook niet alleen maar administratie waar jij je mee bezig hield. Contact met de architect over het onderhoud van de Keizersgracht, de vlag uithangen op bijzondere dagen, midden in de nacht naar de Keizersgracht, omdat er een inbraakmelding was gedaan. Ja, dat hoorde er ook allemaal bij. Je vond het ook leuk om allerlei collectieve contracten voor de leden af te sluiten. En dan ook natuurlijk om alle kleine lettertjes te lezen van het contract voordat de directeur en jij je handtekening plaatste. Of het nu om de aanschaf ging van computerbenodigdheden, kantoorinrichting, papier, nietjes of een verzekeringscontract. Je deed overal erg je best voor. Wat voor mij ook leuk was, was dat ik zijdelings betrokken ben geweest bij de BNA. Er was op een gegeven moment te weinig personeel om het blad BNA op tijd in te kunnen leveren bij de drukker. Daarvoor ben ik toen ingezet. Jij kwam thuis met alle spullen op vrijdagmiddag, de hele keukentafel werd volgezet en na het eten ging ik aan de slag. Het was het hele weekend gegevens intypen, mutaties uitknippen en plakken en daarna weer typen. Alles was netjes klaar op zondagavond laat. En de volgende ochtend bracht jij het vroeg naar de drukker. Iedereen was tevreden. Ook gebeurde het dat jij thuis kwam en zei, ja, de kubusuitreiking komt er weer aan, maar we hebben helemaal niemand om de garderobe te bemannen. Kun jij niet eventjes helpen? En zo stond ik daar dan ook de jassen aan te pakken en op te hangen. En de personeelsuitjes waren natuurlijk ook altijd heel gezellig. In die tijd ging de aanhang mee. Er was een commissie die ervoor zorgde dat het uitje in elkaar gezet werd en iedereen maakte iets te eten voor de lunch tussen de middag. En 's avonds gingen we uit dineren. Geruime tijd ben jij naar de BNA op de Keizersgracht heen en weer gegaan, tot daar ook weer een einde aan kwam. De BNA ging verhuizen naar een prachtige locatie, Jollemanhof, nummer 14. Nu is het tijd om je sleutels in te leveren bij de BNA en heerlijk van je pensioen te gaan genieten. Dat begint morgen al, met een vakantie naar Limburg. We gaan er samen wat van maken.